steeds lange honden met drie bogen. Tussen zeven en boven het arbeidstal. Met been afwenden. Tussen M en C links de lok aanspringen. E, B, E, volle volte, enkele sprongen midden gelok. Tussen K en A. Tussen E en H deugels op maat maken. Tussen C en M rechts de lop aanspringen. Tussen E en K, overgang arbeidsdag. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden en tussen X en G hand houden en groeten.
Je hoort het niet, hè? Dat is niet voor de livestream. Welkom op de Pilbergen. We hebben gekeken naar de eerste combinatie Sabina GR met Amazone Esmeralda Tonen. Een fijn sympathiek paard met een mooie constante houding, fijn actief gereden. De stap is zuiver en voldoende overstap. De draf, het achterbeen zou iets meer mogen doortreden en iets meer mogen dragen. En de galop een beetje hetzelfde, zou iets meer bergop mogen blijven. Dus beide iets naar de voorhand toe. Maar verder wel gewoon heel fijn voorgesteld en een sympathiek beeld. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 7, galop 7, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 78 punten. We gaan door met nummer 2, Boukje T, met Fleur Bos. Fleur, als je zover bent, mag je zo meteen beginnen. Succes. Thank you.
XH van hand veranderen, daarbij enkele passen middenlang. Dan? Dus een M en C arbeidsgalop links aanbrengen. Dus een M en C arbeidsgalop links aanbrengen. E, B, G, grote volte, enkele sprongen middengalop. Thank you.
naar de verrichting van Boukje T. Boukje, mooi type. Wat een beetje het probleem is, hij hield vandaag even wat te veel spanning. En daardoor heeft hij wat moeite in balans, eigenlijk zo'n beetje in alle gangen. We beginnen met de stap, die is goed takzuiver. Door de spanning mist hij wel wat ruimte. En hij moet zich net wat losser laten in zijn lijf. De draf heeft veel swing, mooie houding, maar ook hier moeite met zijn balans, lengtebuiging. En de glop is heel mooi bergop gesprongen, gaat hem ook het gemakkelijkst af. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. We geven voor de stap een 6, voor de draf een 7, de galop een 7,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6,5, impuls een 7 en dat geeft een resultaat van 74 punten. Thank you.
We hebben gekeken naar nummer 3, Tara van Nico Stables met Judith Boerstal. Netjes voorgesteld, een paard met een nette constante houding. Maar we missen toch wel vaak wat lichaamsgebruik. De stap blijft vaak wat te traag en is niet altijd zuiver en blijft dan ook wat strak in het voorbeen. De draf zou wat meer mogen dragen en zou echt nog wat losser door het lijf moeten. En de galop heeft wel balans en wel stabiel, maar zou hier ook wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. We komen tot de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6, galop 6,5, houding in balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt het totaalscore van 68 punten. We gaan door met nummer 4, Tika van Rix Pleerts, met Adrianne Wigmans. Als je zover bent, Adrianne, mag je beginnen. Yeah.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Tika van de Rijksplied. Een paard met veel houding, veel trit in de benen, goed in balans. We missen eigenlijk in al de drie de gangen nog wel wat lichaamsgebruik. En dat hij eigenlijk ook een beetje meer rek in zijn beweging en in zijn lijf mag maken. Wij zijn naar de volgende cijfers gekomen. De stap die is zuiver, maar mist ruimte, geven we een 6. Een draf, mooi beentechniek. Verruimen moet meer, moet hij meer bodem pakken. Voor de draf geven we een 7. De galop, dus galopsprong op zich mag meer rollen. En moet hij ook meer bodem pakken bij de verruimingen, geven we een 6,5. Voor houding en balans een 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Maakt een totaalscore van 73 punten.
We hebben gekeken naar nummer 5, Tjitske van Koudenburg met Alexandra van der Zande. Een paard wat zich netjes door de proef heen laat loodsen, maar mist toch wel vaak lichaamsgebruik. De stap is wel zuiver en correct. De draf heeft ook wel voldoende impuls, maar mist toch echt gedragenheid en kracht. En de galop heeft nog wat te weinig balans en lengtebuiging. En mist hier inderdaad ook duidelijk nog wat lichaamsgebruik. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, totaalscore van 67,5. De total score is 67,5. We gaan naar de volgende, nummer 6, Femi met Charline. Je mag beginnen wanneer je zover bent. Succes. Tussen C en F overgang afwijkt stap.
tussen M en C, arbeidsgalop links aanspringen. EBE, grote bolten met enkele sprongen middengalop. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Femi. Wij zien een hele mooie type in de baan met ruime bewegingen. Wat wij kunnen zeggen is dat de stap die is goed zuiver. Voor de draf en voor de galop hebben we veel ruimte, maar het loopt te veel naar de voorhand, komt nog te weinig op het achterbeen en is te weinig in verbinding. Daarmee in de galop heeft hij ook erg veel moeite met de balans. En dan is het ook voor een hogere score, is het nu nog te groen. Moeten we toch verder in de africhting zijn. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor de stap, een 6 voor de draf, een 6 voor de galop, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls 6,5. Totaalscore van 68,5. Total score 68,5.
We hebben gekeken naar nummer 7, Driek L. met Isabelle Vromans. Een paard met wel voldoende looplust, maar heeft nog wat moeite met losgelatenheid in zijn lijf. Ook vooral moeite met de verruiming. En je ziet dus ook heel duidelijk dat als hij hals trekt in de draf, dat hij dan ook veel beter gaat bewegen. Dus we vonden hem ook inderdaad over het algemeen iets kort in de hals blijven. De stap is correct en zuiver. In de draf, dus wat ik zo net zei, in het halstrekken werd hij dus voldoende, werd hij ruimer en werd hij echt veel beter. En de galop heeft echt veel moeite met de balans en de buiging en heeft dan te weinig ruggebruik. Blijft echt te strak. De volgende cijfers, stap een 7, draf een 7, galop een 5, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 69 punten, total score 69. We gaan door met nummer 8. Yara S. van de Sprong, Fleur van Kempen, als je zover bent mag je zo meteen beginnen. Thank you.
klopt. Ja. Wij hebben gekeken naar de verrichting van Jara S. van de Sprong. We zagen een paard met veel zwong. Over het algemeen zeg maar, het achterbeen mag hij iets meer onderbrengen, mag iets meer bergop gaan lopen. Maar we zagen toch wel een paard wat voor ons ruim voldoende kwaliteit heeft. De stap is zuiver, heeft veel ruimte, maar is wel iets traag. De draf ook mag het achterbeen iets meer onderbrengen, ook meer bergop. De galop komt iets zwaarmoedig over, had ook meer moeite met de linker galop dan de rechter. De rechter is hij dan ook direct meer in balans, meer gedragen. In totaal zal hij in de galop nog het achterbeen meer mogen onderspringen. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Stap een 7,5, draf een 7, galop 6,5, houding balans een 7, souplesse 7, schakel een 7, impuls een 7. Geeft een eindscore van 77 punten. Eindscore 77 points. Gaan wij door naar de volgende combinatie. Treintje Dillen van het Koetshuis, gereden door Marijke van Dalen. Als jij zover bent, mag je starten. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B afwenden, E linkerhand. B afwenden, E linkerhand. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Shake.
overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EBE, grote volte hals trekken. Tussen E en H heugels op maat maken. Tussen E en H heugels op maat maken. Tussen C en M arbeidskolom rechts. Tussen C en M arbeidskolom rechts. BEB, grote volte en kruisbomen middenkolom. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. KXM, van hand veranderen in middendraf. KXM, van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. Tussen KA en F, KAF, park de hals laten strekken. KAF, park de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, teugels op maat maken. FXG, wenden. FXG, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 9, treintje Dillen van het koetshuis met Marijke van Dalen. Een paard wat zich goed laat bewerken, fijn actief, maar mag in alles wat meer lengte houden in de hals. Waardoor hij dan tot meer ruggebruik ook komt. Dat zie je ook in de stap, dan heeft hij wel ruimte, maar moet iets meer de hals laten dalen en wat meer op lengte. In de draf ook laat hij zich wel fijn actief bewerken, maar de galop mist ook wat ruggebruik en zou meer sprong en meer mogen rollen. We hebben de volgende cijfers. Stap een 6, draf een 7, galop een 6, houding in balans 6,5, souplesse 6,5, schakel een 7, impuls een 7, totaalscore van 71,5, total score 71,5. We gaan door met nummer 10, Wiefke van de Vijfsprong met Sabine van Loenhorst. Oh, die is er niet. We gaan door met nummer 11, Jerre van de Waterhoeve. Met Esther van erbij. Als je zover bent, Esther, mag je zo meteen beginnen. Succes!
Vijf sprong. Sorry. Nummer 11. Jere van de Waterhoeve. Algemene indruk is dat het paard hele mooie houding zich toont. Correct in de houding. Het geheel ziet er goed voorwaarts uit, maar is eigenlijk over de gehele proef te gehaast. Waardoor het paard het achterbeen te weinig kan onderbrengen en te weinig tot het dragen komt. De stap is zuiver, maar gehaast. De draf is, doordat hij gehaast is, mist hij weer de ruimte. Het gaat allemaal net te snel. En de galop, dan blijft hij te strak in de bovenlijn. De sprong moet meer gaan rollen en het achterbeen meer onderbrengen. Wij zijn tot de volgende score gekomen. Stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans een 7, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls 6,5. Totale score 70 punten. Total score 70 points. Thank you.
arbeidsgalop links. Tussen M, S, C, arbeidsgalop links aanspringen. E, B, E, grote volte en enkele sprongen middengalop. E, B, E, grote volte en enkele sprongen middengalop. We hebben gekeken naar nummer 12, Yveske Vriezenhof, Mel Mervelder-Broeg met Marijke Boelen.
Een paard met veel trit in de benen, veel swing, veel kwaliteit. Zou af en toe wel wat meer lengte in de hals mogen hebben. De stap is iets afgepast en zou iets meer ruimte mogen. De draf is echt fijn en actief en mooi gedragen. De galop zou wat meer bodem mogen nemen en wat meer mogen rollen. En daarbij is rechts wat beter dan links. We komen tot de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 8, galop 7, houding in balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5. Maakt de totaalscore van 78,5. De total score 78,5. We gaan door met nummer 13. Bente van Rijksplaerts met Carla Gouw, als je zover bent. Of ik denk dat we om 12 uur weer beginnen. Dan gaan we daarmee verder.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Bente van de Rieksplets. Een paard met correcte houding, een paard wat zich op zich goed laat bewerken. Het paard mist helaas in al de drie de gangen wat lichaamsgebruik. Het achterbeen moet gewoon nog sterker worden, dat er zich in alle gangen wat meer draagkracht ontwikkelt. De stap die is gehaast en dan maakt hij zijn pas niet helemaal af en dat gaat dan ten koste van de zuiverheid. De draf is weinig gedragen. In de galop moet ook het achterbeen meer onder de massa springen. Ik moet wel zeggen dat de rechter galop iets beter was dan de linker galop. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Stap een 5,5, draf een 6, galop een 6, houding balans 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6,5 en puls een 7. Totaalscore 67,5. Totalscore 67,5. Wij gaan door naar nummer 14, Fleur van der Wico, gereden door Shalina Hensen. Shalina, we wensen je veel succes. Thank you.
We hebben gekeken naar Fleur van Wico met Charline Hensen. Een paard wat toch wel heel veel last had van de spanning en daardoor eigenlijk best wel moeilijk te beoordelen was. Het is een paard wat wel lijkt voldoende over techniek en zwoeng te beschikken, maar komt hier nu nog niet tot zijn recht. De stap is correct en voldoende ruimte. De draf heeft dus wel zwoeng en voldoende techniek, maar door de spanning drukt hij zich steeds op en komt het niet tot uiting. De galop blijft ook erg gespannen en te weinig ruggebruik. We hebben de volgende cijfers, een stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6, houding in balans 5,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls 6,5, komt de totaalscore op 68,5. De totalscore 68,5. We gaan door met nummer 15, Daan van de Demo Stables met Jasmina. En als je zover bent, mag je zo meteen beginnen. Succes!
K en A overgang arbeidskracht. Tussen K en A overgang arbeidskracht. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EWE grote bolte hand strekken. EWE grote bolte hand strekken. Stoere Daan presenteert zich echt mooi, mooi beeld, laat zich goed bewerken, geeft ook een sympathiek beeld. Ook even wel de complimenten aan de Amazone, want we vinden dat je hem heel professioneel hebt voorgesteld. We hebben natuurlijk nog wel wat bemerkingen en dat is een beetje losgelatenheid in zijn lichaam in zowel de stap als in de galop. Dan wordt hij zelfs in de galop, als jij verruimt, wil hij bijna een beetje hectisch worden. Dus dat is even een punt van aandacht. De draf die springt er voor ons wel echt uit, mooi in balans en is echt in iedere pas hetzelfde.
Wij zijn tot de volgende punten gekomen. De stap een 6, de draf een 8, galop een 6,5, houding en balans een 8, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7,5. Totaalscore 78,5. Total score 17,5 point. Gaan we door naar de volgende. Dat is Foubé met Fleur van Kempen. Thank you.
hebben gekeken naar nummer 16, Foubé dan Ben, met Fleur van Kempen. Een paard wat wel sympathiek overkomt, geeft een sympathiek beeld. Maar is toch inderdaad in alle gangen wat te weinig nog gedragen. De stap is echt de beste gang, daar heeft hij ook voldoende takt en ruimte. In de draf zou hij meer berg op mogen en in de galop mist hij toch vaak lichaamsgebruik. En waarbij ook opvalt dat linksom beter is en rechtsom mist hij vaak lengte, buiging en balans. We hebben de volgende cijfers, de stap een 7, de draf een 6, de galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt de totaalscore van 70 punten, total score 70. We gaan door met de laatste, nummer 17, Eefke A. met Ninja van der Eijk. Als je zover bent, Ninja, mag je beginnen. Succes.
Eefke gereden door Ninja. We zien een mooie type in de baan, wat heel sympathiek overkomt. Mary laat zich ook goed bewerken. Het mag in geheel mag ze nog even wat groeien in haar kracht. Wat gewoon opvalt, dat de Mary gewoon heel stabiel door de baan loopt en dat eigenlijk in al de drie de gangen even gemakkelijk doet. De stap heeft veel ruimte, is goed van takt, een 7. De draf, mooi bergop, heel constant, een 7. De galop ook bergop, mooi in balans, een 7. En dat geeft ook voor houding in balans een 7,5. Souplesse een 7. Schakelen een 6,5. En impuls een 7. Geeft een totaalscore van 17,5 punt.